Hey teens, ik hoop jouw lockdown tijdperk gaan goed. Nou, ik weet het is moeilijk om connected te voelen aan andere mensen terwijl je ook nou alleen is in die lockdown tijdperk. Dit is ook om onze 5 manieren heeft wat ons gaat gebruiken om zeker te maken dat jij aan jou groei en aan jou connected blijft met mensen in onze gemeente. Nou, net soos in die movie Ratatouille, waar daar 2 verschillende gere al 2 great is, maar wanneer jullie bij elkaar zitten, ontstaan daar iets niet, iets amazing. Net zoals elke van die 5 elementen great op sy eie. Maar wanneer jullie samen zitten en samen gebruiken, is daar een potentieel voor een verdieping voor jouw verhouding met God. En een potentieel om connected te wees aan andere mensen, zoals wat jij nog nooit tevoren was. Nie. Nou, die eerste een van hierdie elemente is stil word. En dit is een moeilijke gewoonte om dalk aan te leren. Maar dit is om vir jouself 10 minuten, begin by 10 minuten een week uit te sit, waar jy een skrifgedeelte deurlees en deurbid, en dan jouself tyd gun om in stilte te kan reflekteer daaroor. Nou, dit is dalk een moeilike ding om te begin, en dit is ook om ons vir jou op maandag daar die skrifgedeelte gaan uitstuur, en ook vir jou precies sê hoe om dit te doen, om vir jou te help en jou toe te rus om dit te kan doen. Nou, die tweede ene is om in een gezonde connectiegroep te wees. Nou, hierdie element behels net vir jou om hierdie week met mekaar te komen met mensen op WhatsApp lekker te gesels. Nou, baie van ons tieners is reeds in zulke groepen. En as jy nog nie is, wil ek jou aanmoedig om ons te kontak, dat ons jou in so'n groep kan sit. Die derde element is ons Weer Kids Online. Nou, jy is nie meer een kind nie, so jy gaan nou nie meer deelneem aan daar die bijeenkomst nie. Maar, daar is nog steeds baie werk en tyd wat daar ingaan. So ons wil jou aanmoedig, as jy kan video's neem of experimente doen of help met muziek of kreatieve ideeën het, kom uit naar ons toe, dat ons kan seker maak om jou by die span in te skakelen, dat jy hulle kan help om nog steeds een great belevenis by die huis te kan hê. Die vierde element is ons sondagbelevenis. Dit is waar ons op een sondagochtend saam kerk kyk, waar ook al jy is, en dan daarna in groepe lekker daarover saam gesels. Nou, ons is baie opgewonde oor die volgende 6 weke, waar ons deur die boek van Johannes die 6 tekens gaan deurkyk, tot en met die 7e teken wat Jesus se dood is. Het is een great reeks, en maak seker dat jy dit nie mis nie. En dan ons 5de element wat ons dan gebruik is tydsaam. Dit is net een dagelikse dagstukkie wat uitgestuur word, om jou te help, om jou toe te rus in hierdie tydperk van onsekerheid. Hierdie lockdown tydperk is een bietjie praktiese hulp vir jou daarin. Nou, die enigste manier hoe jy op hierdie lys kan kom om hierdie inligting te kry, is as jy op 'n broadcast lys by ons is. So maak seker dat jy ons gemeente se WhatsApp nommer gesave het. Maak seker dat jy na ons toe uitgereik het daarna ook. Stuur vir ons jou naam, stuur vir ons dat jou behoefte is om deel te wees van hierdie elemente en ons gaan jou daarop sit. As jy enige vrae, kontak vir my, kontak ons kerkkantoor dat ons met jou daar kan gesels. Here, hierdie is 'n great geleentheid. Jy moet hom nie mis nie.